Ik had een vraag over het mini-plusje dat ik gebruik voor de bevruchtingskastjes. Het is een aangepast mini-plusje. Naar het idee van Andreas Engel. Het is een mini-plusje op basis van een normale styropor type 2 mini-plus. Dat is een kastje wat je eigenlijk overal kunt kopen. Wat ik daarbij gedaan heb is dat ik daarin een tussenwandje gemaakt heb. Dat tussenwandje loopt helemaal door naar de bodem. En aan de zijkant van elk kastje heb ik dan een inkeping gemaakt waar dat wandje invalt, zodat het totaal afgesloten is. Verder heb ik de Mini Plus versterkt met schuif, RVS schuifstrips. Zodat als ik hier met de beitel in zit en dat vastkleeft, dat het niet allemaal kapot scheurt. Dat zijn gewoon omgekeerde afstandshouders die ik daarop heb gemaakt. Dan ziet de bodem er als volgt uit. Ik zal de plankjes er even uithalen. Zo. Het is gewoon een standaard bodem waar ik twee plankjes in heb gemaakt, waar diezelfde spleet in zit die omhoog loopt. Dat heb ik aan de onderkant verstevigd, zodat die plankjes echt altijd op dezelfde plek zitten en het niet beweegt. En dan heb ik aan de zijwand heb ik plankjes gemaakt met een vlieggat. Dus dit vlieggat. Daar zit gewoon een normaal rondje op, zodat ik hem op alle standen kan zetten en ook kan afsluiten. En natuurlijk aan de andere kant hetzelfde. En het normale vlieggat, dat is dit ding. Dat zit hier, dat heb ik dichtgemaakt. Dat heb ik gelakt met voetzarkenlak. Dat is gewoon een harde lak, zodat ze dat niet wegvreten. En dan heb ik waar de vliegopening nu zit, heb ik aan de hele voorkant een plankje gemaakt. Zodat de koningin hier niet onderdoor kan komen. Want normaal zit hier namelijk een opening. Zie je net als hier. En dan heb je altijd kans dat je koningin hier onderdoor gaat. Dat zit nu alleen aan de achterkant. Maar aan wat dan nu de voorkant is geworden. En de andere voorkant, daar kan de koningin niet meer onderdoor. Tenminste, ze kan er onderdoor als die ergens weer opstaat waar weer de opening zit. Maar die verleiding is veel minder groot voor haar. En sinds ik dit gebruik heb ik ook geen koninginnen meer die onder het kastje terechtkomen. Nou, dan heb ik nog plankjes gemaakt voor als de volkjes in ontwikkeling zijn, dat ik die kan een dichte bodem kan geven. Dan ziet dat er zo uit. Dan zal ik ook nog eventjes filmen hoe dat er dan in de praktijk uitziet. Zo ziet dat er dan uit. In de praktijk. Twee volkjes, hier een volkje en hier een volkje. Waarbij ik het voerraam altijd in het midden heb hangen. En het broedraam aan de buitenkant, zodat het vlieggat, die hier tegenover zitten, altijd maximaal verdedigd wordt. Nou, zo kun je dus twee eenheden maken in één kastje.